En we zijn al beland bij het laatste onderwerp voor vandaag tijdens Mantentaki. De Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Konrimama die organiseert morgen, zaterdag 19 oktober, een seminar. En het thema daarvan is neem meer natuur in je leven. We hebben op bezoek Agnita Josefsson en Victorina Pinas. Dat is mevrouw Pinas? Nee, nee, omgekeerd? Oké, okay, ja. Goed. Mevrouw Josefsson, misschien is het goed als u de mensen thuis vertelt. Wie is de Stichting Alternatieve Geneeswijze, ja. Grantangi Konrimama? Alvorens wil ik groeten. Goedemorgen aan de kijkers en ook goedemorgen de luisteraars. Ik wil ook een STVS alvast feliciteren met zo'n bigiari. En Stichting Alternatieve Geneeswijze, Grantangi Konrimama. U weet, vroeger hadden die mensen, onze voorouders dan, met Growiri, Osodresi. Er waren geen doktoren, al dat soort dingen. Maar je ziet dat heel wat dingen vervagen. En de Stichting Alternatieve Geneeswijze is in het leven geroepen om dit dan weer op te wekken, zeg maar, zodat de jongeren weten dat Agrowiri zou abi kan dressi toe. Wat de doktoren niet kan, dat Agrowiri kan doen. En we zijn opgericht op 4 augustus 2017. En we zijn gevestigd aan William Kraanplein, een Pullepantje. Ja, dus daar zijn we. En het doel is om de mensen weer bewust te maken van aan natuur voor Uno Sauabi. Weet je, mensen komen vanuit het buitenland en dat ik wat ik in de Charingwe. Ze gaan het verwerken en dat is die kalbol die we drinken, die capsules. Weet je, en dat kunnen wij ook hier doen. Ja. Er zijn heel wat mensen. We hebben tot nu toe zeg maar bijna 30 mensen die zijn ingeschreven bij ons, die alternatieve verschillende soort heling en dat soort dingen doet. Maar we willen ook, wat onze doelstellingen zijn, de streven daarna, dat we de doktoren samen met de alternatieve geneeswijze samenwerken. Bijvoorbeeld, je hebt je een SZF-kaart. Je moet gewoon naar een alternatieve geneeswijze dokter kunnen gaan om je genezing daar te vinden. Ja toch? Want wat de doktoren niet kan, dan kan dat wel misschien helpen. Ja toch? Niet misschien, dat kan wel helpen. Want het hangt vanaf wat jij opvangt. Misschien die van de dochter helpt mij, maar die van de geneeswijze, die helpt jou. Dus dat willen die samenwerking. En de minister van Volksgezondheid, die staat al, die is al op de hoogte van. Er is een commissie in het leven geroepen, alleen dan om dit te promoten, zodat wij ook de mensen die niet beter kunnen worden, dat zij ook verwezen worden naar de alternatieve geneeswijze. Dat akombaka. Ja, toch? Naar Unusani, naar Uroots. Ja? En we vragen ook mensen die bezig zijn met dit soort werk, dat ze aansluiten bij ons. Weet je, kunnen bellen om te registreren. En dat ze ook deel kunnen nemen. Dat wij het ook weten van, hey, iemand met HIV bijvoorbeeld, of iemand met kanker, kunnen we sturen naar mevrouw Ikil Eik, Asabadresi. Ja, toch? En, nee, dat is oké. Weet je wat? Het is een zijklein. Maar ja, bijvoorbeeld toch? Yeah. Ja, toch? Dat ik kan goed dat ik kan vinden genezing. Maar zo mensen maar de uno sabi, dat zoals maar ik doe aan healing, zoals maar ik doe aan dat, dan no was maar no sabi. Maar terwijl is de ingeschreven in haar stichting, dat ook als een mago gewoon, dat hij daar. Maar wij gaan ook, wij van de stichting gaan ook, we gaan thuis, we gaan kijken hoe de sfeer daar is, de hygiëne. Alleen dat wanneer we iemand sturen, dat hij, tago is er, moest maar vieren, hé, wat netjes, wat mooi. Weet je, net als hier zo mooi geliefd is. Ja toch? Dat je kon inzien, alles aan de mooi, dat je vier happy, dat ik kan genezen, ik kan vinden genezing. En a genezing, voor Fini, je moest nyambung, dat weet je, je moet goed eten. Ja toch? Van je chayus revi, van je go om. Want als de dochter je voorschrijft van, teka adresse die zie, ga drinken, maar je moest maar sap toe, in bribi toe. Je moet geloven erin, ja, dat het gaat helpen. Klopt. Dus dat maar al deze dingen gaan jullie dus belichten tijdens het seminar, neem ik aan. Ja, we gaan in het, bij het seminar gaan we praten over, dus een, we gaan eigenlijk proberen een brug te slaan. Mm-hmm. Het SAGK wil de bruggenbouwer zijn tussen dus de artsen en de natuurgenezers. Want ze kunnen complementair zijn, ze kunnen elkaar
versterken. En ze kunnen ook een soort van synergie, dus een samenwerking aangaan. Het een hoeft het ander niet te bijten. Dus wat SAGK eigenlijk wil doen met deze seminar, is in ieder geval in eerste instantie kijken en voelen van waar staan wij. Willen we elkaar vertrouwen en elkaar ook zeg maar helpen en ondersteunen. En dat is eigenlijk primair nu het doel van deze seminar. Een brug slaan tussen de artsen. En dat we dus niet de artsen daar en de natuurgenezers aan de andere kant. Nee, we moeten niet tegenover elkaar staan, maar met elkaar samen. En ik denk dat we heel wat een natuurlijke planten hebben. En de planten, de geneeskunde, de gewone westerse geneeskunde of de normale geneeskunde, zoals wij die kennen, is ook ontstaan uit gewoon kruiden. Zo is het ook ooit eens begonnen. En Suriname gaat dat terugbrengen. En ik ben daar overtuigd van. En met al onze natuurlijke planten. Onze planten waarvan onze ouders en voorouders gezegd hebben. Dit is goed voor koorts. En dit is goed voor pijn. En denk maar aan kiespijn en een kruidnagel. Dat wordt ook in de westerse wereld gebruikt. Je kan nu kruidnagelolie kopen om voor die zere kies te zetten. Het is ook pijnstillend. Nou goed, wij gaan dus samen gewoon proberen om complementair te zijn met de artsen. En wij gaan niet proberen te overtuigen van wij zijn beter. Nee, niemand is beter. We zijn samen goed. Ja. En ik denk dat als we samen goed zijn, we zeker Suriname naar grotere hoogtes kunnen brengen. En ik denk dat is het belangrijkste wat SAGK nastreeft. Ja, hebben jullie de artsen ook uitgenodigd vanmorgen? Absoluut. En hoe hebben ze erop gereageerd tot nu toe? Nou, de artsen, er zijn natuurlijk een... Kijk, als je het niet weet, dan weet je het niet. Dus daarom willen we gewoon met elkaar gaan praten. Dat is deze eerste sessie, deze eerste seminar. Die is erop gericht dat we elkaar leren kennen, dat we elkaar begrijpen. En vooral de boodschap van dat wij... het SAGK de bruggenbouwer wilt zijn. En dat wij als SAGK, of althans het SAGK, gewoon ervoor staat dat wij niet, dat we promoten, dat we samen kunnen werken en niet tegenover elkaar hoeven te staan. En de artsen zijn zeker uitgenodigd. Een deel is positief, staat daar positief tegenover. Een deel weet het gewoon niet. Dus dat deel gaan wij proberen ook te vertellen wat wij eigenlijk willen doen. Ja, het is morgen. Ik heb begrepen, het duurt vanaf 6 uur tot 9 uur 's avonds. Ja. Moeten de mensen registreren? Wat als er mensen kijken die ook geïnteresseerd zijn? Ze kunnen gewoon een bellen met het telefoonnummer 402001 of 7246903. En dan kunnen ze zich gewoon laten registreren, zodat wij gewoon weten hoeveel mensen er komen. Want als er ineens 1000 man komen, dan kunnen we ze niet herbergen. Dus we moeten wel weten hoeveel mensen er gaan komen. Dus als ze zich willen registreren, kan dat gewoon op deze twee telefoonnummers. Ja. En stel je voor dat het morgen bomvol is, komt er dan een vervolgtraject? Er komt sowieso een vervolgtraject, ja. We gaan zeker, dit is een eerste reeks van verschillende seminars met verschillende invalshoeken die er gaan komen. Maar dit is de eerste, zeg maar, kennismaking. Ja. Okay. Ja. Goed. Is er tot slot nog iets dat jullie willen toevoegen? Ja, we willen iedereen uitnodigen om te komen. Vooral mensen die bezig zijn met de alternatieve geneeswijze. Wat dan ook, wat voor healing, de mensen die healing doen. Kom je registreren, kom in onze stichting, zo worden we groter en dan kunnen we de zieke mens helpen. Want als je zieke mensen in een land hebt, dan kunnen we niet werken, we kunnen een land niet opbouwen. Maar samen zijn we sterk, we hebben grondstoffen genoeg om dat te gebruiken hier. In plaats dat mensen komen van buiten en de weg nemen en terwijl het goedkoper is voor ons. Dat is morgen, we verwachten heel veel mensen. STVS ook willen we uitnodigen om te komen, om dit vast te stellen, zodat zodat u de hele wereld kan zien. Op die dag gaan we toch een paar mensen gedenken. Okay. Ja, op die dag, maar we willen niks verklappen nog. Ja. We laten het voor dat die dag. Dat zijn de mensen morgen dus. Morgen, ja. Nou, dames, heel hartelijk bedankt dat jullie naar de studio zijn gekomen om ons te informeren hierover. Heel veel succes morgen. Dank u wel. We hebben gesproken met Agnita Josefsson en Victorina
Pinas van de Stichting Alternatieve Geneeswijze Grand Tangi Kondre Mama. Morgen hebben ze dus een seminar georganiseerd en dat vindt plaats aan het William Kraanplein bij het Claudette Tony Multifunctioneel Centrum. Het begint om 6:00 en het eindigt rond 9:00. Dus als u er interesse in heeft, dan is dit een aanrader om er naartoe te gaan. Omdat, zoals de dames het hebben aangegeven, het is toch wel een brug die men wil plaatsen tussen die twee uitersten, zeg maar. Maar eigenlijk zouden ze geen uitersten moeten zijn, maar zouden ze dus samen moeten werken. Daar komt het op neer. We hebben het gehad voor wat betreft deze aflevering van Mantentaki. Op vrijdag 18, ik wil al een beetje dichter bij de verjaardag van de SCVS zijn, weet je, met je verjaardag osso prisiri, dus vandaar. Maar het is vrijdag 18 oktober en we staan dus voor het weekend. We staan voor het weekend, het verjaardagsweekend van de SCVS, want zondag aanstaande hebben we dus de verjaardag van de SCVS. En dat gaan wij ook niet zomaar voorbij laten gaan, want we hebben dus ook de verschillende producties nog. We hebben nog één productie van de SCVS. Laten we die nog even zien. Eén kanaal, die krak, die ken ik nog heugen. Dat is gezellig hoor. Mijn stiefvader die kocht dan een tv. Op 18 oktober werd hij jarig, maar is nog overleden. En op 20 oktober kwam STVS in de lucht. Regina Coco, crema la banetu, pasé si long, se salamu kamande. Regina Coco, crema la banetu. Tu passé si long, c'est ça la moukamade. Regina Coco, crème à la banane. Tu passé si long, c'est ça la moukamade. Oh ma belle ton Regina, oh ma belle ton Regina, ma belle ton Regina, revine comme la compassion. Oh ma belle ton Regina, ma belle ton Regina. Toen ik 15 werd, werd ik in een internaat geplaatst. Daar mogen we alleen in het weekend. Ik vond het geweldig. Maar ik had niet. Maar mijn zus die kocht in en toen konden we televisie kijken. Ik hield van die programma's van Fugitief. En heel een bonanza. Wat van. Van tante Jacqueline kijk ik meest. Disco Amigo. Die ken ik nog. Hè? Die andere. Dat was van, Henk van Vliet. Tiener van de jeugd, zo is hij. Regina Coco, crema la banetu, passé si long, c'est ça la moukamande. Regina Coco, crema la banetu, passé si long, c'est ça la moukamande. Regina Coco, crema la banane, tu passé si long. Ik kan niet meer uit het hoofd zeggen welk programma, maar meer tienerprogramma's en zo. Mijn moeder en ik hielden van die programma's en ik zei altijd, kunnen die programma's, die oude programma's van vroeger niet terugkomen? Want ik ben al 72 jaar geworden en ja, ik hoop dat die oude programma's terugkomen, die tv-films toch? Terugkomen. Thank you.
Nou, mooi toch? Zo brengen we u ook helemaal in die sfeer, die verjaar onze sfeer. Het is geen biggie-jari, want dat zei een van die dames eerder tijdens het programma. Volgend jaar is biggie-jari. Maar elk jaar dat je erbij krijgt, is eigenlijk een geschenk. En is een teken dat je trots mag zijn, want je staat er nog. Dus wij zijn helemaal in die sfeer hier. Ik bedank u en ik wens u alvast een heel fijn weekend toe. En volgende week vrijdag, als alles goed zit, dan ben ik er weer. En namens het hele team zeg ik dan een heel gezegend weekend verder. TVS, de nationale zender.